Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer een nieuwe Playmobil set voor jullie. Dit is nummer 4225 van Playmobil. Deze is vanaf 4 jaar. En dan heb je een babyarts, een kinderdokter en dan heb je nog een baby in een couveuse. Een couveuse, dat is zo'n apparaat en dat kan dan baby's warm houden die veel te vroeg geboren zijn en daarom kunnen ze ook zelf nog niet zoveel en dan krijgen ze dan worden ze dus in betere omstandigheden geplaatst, dan krijgen ze genoeg lucht ook altijd en de luchtvochtigheid is dan veel beter, dus daarom heb je dan ook allemaal van die knopjes zodat je allemaal dingen kunt regelen zodat ze altijd zeker weten dat alles nog goed gaat met de baby. Dan hebben we hier onze kinderarts, die heeft een oranje jas aan en die heeft een koffertje. En nu ga ik er eens even uithalen en wat beter bekijken. Dit was één zakje. Dan hebben we hier wat stickertjes. Dit is voor de koffer en dit zijn denk ik de knopjes. Volgens mij heb je ook nog een thermometer erbij zitten. En dit doe je vast in de koffer. Dan hebben we hier nog de handleiding. En hier hebben we dan de arts. Die heeft een bruine staart in. En dan heeft ze een oranje jas aan. En er staat dan op Rescue. Dan heeft ze een lichtblauw shirt. Ze heeft een witte broek en zwarte schoenen. Dit is voor de couveuse. Hier zie ik nog de koffer. En daaronder zitten dan van die wieltjes. Dat is wel handig, dan kun je hem heen en weer bewegen. Ik denk dat dat hier zo ergens aan vastkomt. Of hier. Moet ik toch nog eens even kijken in de handleiding. Deze zijn dus voor de wieltjes. Dan heb je hier het matrasje voor de baby. En dat is voor het bordje. Hier heb je dan de klep. Er zit altijd glas omheen. Die kun je dan zo openmaken. Dit komt eronder en ik denk dat je dan die wieltjes vast moet maken. Of misschien zo. Nou, ga ik ook nog eens even kijken in de handleiding. En dan hebben we hier ons babytje. Uiteraard is deze niet zo klein als normaal. Want deze ziet er al best wel groot uit, deze baby. En deze baby die heeft bruin haar. En is eigenlijk dus al best wel groot, zoals ik zei. Naar verhouding in ieder geval. Het heeft een blauwe broek aan, het babytje. En een roze shirt. En dan heb je ook nog, het is echt zo'n pakje, dus de handen en de voeten die zitten ook in dat pakje. Dus dat is lekker warm. Hierachter heb je nog twee knoopjes. Zo, en nu is alles opgebouwd. Dit is onze baby noodarts en die heeft een koffertje erbij. Daar zitten ook allemaal nuttige dingen in. Ik zie hier namelijk een schaar. Hier heb je nog een pincet, een spuit, zalf en pillen. En hier hebben we dan de couveuse. Daar ligt het babytje in. Dat ligt er veilig in, krijgt genoeg lucht en is lekker warm en kan uiteindelijk dan snel uit de couveuse hopelijk. Ja, dit is een interessante set vind ik. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog.
En misschien vinden jullie het ook leuk om er wat over te schrijven in de reacties. En bekijk onze andere video's, abonneer je op ons kanaal. En tot de volgende keer. Doei!